Rogier Meijer, 2-1 gewonnen van Jong Ajax. De eerste 3 punten zijn binnen. Dat moet toch wel lekker voelen, denk ik? Ja, dat is wel het lekkerste gevoel wat er is. Ja. Ik bedoel, je kunt keihard werken door de week en heel veel bezig zijn met elkaar. Maar een overwinning helpt natuurlijk het meeste aan dat teamgevoel. Nu was de vorige wedstrijd tegen Cambuur, toen werd er wat diepgang gemist op het middenveld. Dus eigenlijk verwachtte iedereen een beetje dat Thomas Beekman dan wel op 10 zou staan. Uiteindelijk heb je voor een variant gekozen met Selouf op de flanken en Romani achter Djanga. Kun je dat wat uitleggen? Ja, daar hebben we naar gekeken van hoe kunnen we misschien het beste Ajax pijn doen. En ik weet wat Ajax voor ploeg is, altijd veel voetbal en veel vooruit. In de restverdediging niet altijd in orde. Nou, proberen met 2 spitsen eigenlijk wat meer stootkracht te krijgen. Ja, ik denk dat we de eerste helft daar echt wel wat dingen uit gecreëerd hebben. Moet alleen misschien een extra goal maken. Nou, na rust was er een stuk minder. Nou, toen zijn we gaan wisselen om dat weer recht te zetten. Soufiane El Karouani, gefeliciteerd met de eerste 3 punten. Was een lastige wedstrijd volgens mij. Ja, ik denk dat we laten zien dat we een team zijn. Ik denk dat we hebben laten zien dat we een team zijn en we daar steeds meer in groeien. Dat zie je ook in de laatste fase van de wedstrijd. In het begin tweede helft hadden we een beetje lastig. Eerste helft ook, we waren een beetje op zoek. Ja, daarna hebben we het goed opgepakt als team en heb je gezien, 3 punten. Blijven lekker thuis, niet meer naar Amsterdam. Hoe heeft Selouf dat ingevuld volgens jou, die positie? Ja, wisselvallig. Hè. Hij had hele goede acties en dan zie je ook zijn kwaliteit. Maar in die actie verliest hij ook nog wel eens het overzicht en dan moet hij een makkelijkere keus maken. Dus wisselvallig, maar ja, aan zijn bereidheid en dat soort dingen, ja, daar kunnen we niks van zeggen. Ja, en we moeten ook niet vergeten, hij is nog steeds gewoon een hele jonge speler. Hij is pas senior dit jaar voor het eerst. Daar kunnen we wel mee verder. Volgens mij was de ontlading ook wel redelijk groot na de 2-1 van Bruin. Volgens mij sloeg je met elkaar voor vreugde, of niet? Ja, we werken er zo hard voor. Dus het is lekker om dit als team te bereiken. En ik hoop dat dit het begin van een leuke competitiejaar is. Ja, uiteindelijk sta je dus met 2-1 voor. Nou, dat zij ook nog goed terugkomen op 1-1 uit een penalty. Dan besluit je op een gegeven moment om een paar jongens te wisselen. Onder andere Barreto gaat eruit, verliest toch wat ervaring. En dan sta je dus eigenlijk een beetje met jong NEC te voetballen tegen jong Ajax. Kun je dat wat verklaren? Nou ja, die jongens zitten op de bank. En als ze op de bank zitten, kunnen ze invallen. En als ik zie hoe ze ingevallen zijn, ja, daar ben ik echt super trots op. Als ik Siep van Ottelen zie, dat is nog een A-junior. Als ik zie hoe volwassen hij speelt, als ik Thomas Beekman zie, hoe hij die poot erin zet in duels. Ja, dat is wel echt mooi om te zien. En daar heb ik ze een compliment voor gegeven binnen, want dan ben je een team. En de volgende keer zijn het weer anderen. En misschien starten ze wel een keer, maar dat is mooi om te zien. En nu heb je de hele voorbereiding als linksback gespeeld. Nu ben je van origine eigenlijk middenvelder. Dus het voetballende gedeelte werd vaak beprezen als zijnde erg goed. Ja. Maar verdedigend moest je nog stappen maken. Maar volgens mij ging dat vandaag Dat je in voetbal altijd stappen kan blijven maken. En verdedigend zijn er sowieso voor mij stappen te maken. Ik speel nu 2 jaar in deze positie. En ik blijf daar nog elke dag stappen in maken. En ik leer nog elke dag op deze positie. Ik ben er zeker nog niet, het compleet plaatje. Een van de spelers die er ook uitging was Ole Romani. Had hij wat pijntjes of had je meer een tactische gedachte erachter? Nou, op een gegeven moment ging Ole naar links. Maar ik vond dat hij in het verdedigen daarin veel moeite had om het op te brengen. Ja goed, en ik heb ook gezegd voor de wedstrijd, op een gegeven moment als het klaar is, haal ik die spelers eraf. We hebben goede, frisse jongens op de bank. Nou ja, dat is ook wel gebleken, denk ik. En, Ole had het op een gegeven moment gewoon moeilijk. En dan ga je gewoon andere spelers erin brengen. Nee, nu hebben ze wel een vervanger aangetrokken. Of ja, een vervanger, een concurrent in ieder geval. In de vorm van Kulhachi. Wie staat de volgende wedstrijd in de basis volgens jou? Ja, dat is aan de trainer. Maar, wat denk je zelf? Dat is aan de trainer. Heb je nog met een schuin oog naar Volendam gekeken vandaag? Ja, we waren hier mooi op tijd op de club, dus we hebben Fox beneden, dus we hebben het gekeken. En je ziet dat veel ploegen nog punten laten liggen, dus iedereen is nog aan het zoeken. Nou, het is wel erg lekker voor ons als team dat we nu de eerste 3 punten binnen hebben. Nou, dus zou dat te kloppen moeten zijn dinsdag? Ja, maar ik vind dat iedereen te kloppen is. En zij zitten nog niet in het ritme van vorig jaar. Nou, we gaan eens kijken hoe we daar gebruik van kunnen maken. Ik hoop het. Succes. Dankjewel.